Daar zit Slory, die eventueel later in actie gaat komen tegen zijn oude club. Maar nog niet fit genoeg is om te starten voor FC Dordrecht. Hier gaat Excelsior op weg naar de openingstreffer. Nee, want daar is de redding van Couto op de inzet van Van Weert. Eén goede dieptepaas en het is meteen levensgevaarlijk. Excelsior scoort niet vaak uit vrije trappen en corners. Slechts 3 keer dit seizoen. Dat is heel weinig. Maar hier is wel een behoorlijke kans toch voor Ricky Kruijs bij de eerste paal. Ook Bovenberg was daar wel in de buurt. Daar zit Robert Maaskant. Binnenkort is het dus Excelsior tegen NAC, eind januari. Van Weert, zo zegt, dat scheelt niet veel. Ik denk dat het bedoeld is als een voorzet. Ploeggenoten waren er niet voor het doel. Maar ja, het is aardig bedacht. Van Deelen rukt op, voorzet van Overeem. Daar is Ojo. En dan wordt het een corner, omdat de bal al over de achterlijn is geweest. Een hoekschop voor FC Dordrecht. Corner komt van Pisas. Daar is de kopbal en die is niet ongevaarlijk, zeg. Bal gaat maar net langs de paal van Lieder. Ja, zo dichtbij was FC Dordrecht. Antwelle Slory is aan de warming-up begonnen. Dat zal ook Marco Bogers hebben gezien, die daar op het trapje staat. Dan heeft hij toch een wat beter overzicht. De Dortenaar van het jaar. Daar werd hij onlangs tot uitgeroepen. Doorzien door Van Overeem. Over en weer is er slordig balverlies in deze fase. Nu is Bruinser met de bal vandoor. Van Miechem. In de tweede helft speelt hij vanaf de rechterkant. Darryl van Miechem. Komt hij naar binnen toe en heeft hij met zijn linkerbeen dit schot. Nu dan Van Weert uit de draai. Dat is een beste kans voor de spits. Die voor rust ook al een goede mogelijkheid onbenut liet. Wie breekt deze wedstrijd open? Het is wachten op een beslissend moment. Hier Lieder nu met zijn kans en het doelpunt ook. Daar is hij, de openingstreffer voor Dordrecht via Mart Lieder. Na bijna 20 minuten in de tweede helft slaat hij toe. Slory klapt, de paas van Lima. En dan Matthij, die een licht duwtje krijgt, maar dat mag van scheidsrechter Kevin Blom. En op deze manier maakt Lieder zijn derde doelpunt van het seizoen. Nou, veel belangrijker is natuurlijk dat Dordrecht op een 1-0 voorsprong komt. Inmiddels hebben we ook begrepen dat Antwelle Slory vandaag niet in actie gaat komen. Want bij de warming-up is gebleken dat hij toch te veel last nog heeft van zijn kuit. Botaka. En daar bijna Van Weert. Gaudier er nog achter. En die schiet de bal hard voorlangs. Maar zo neemt de druk wel wat toe. De komst in deze wedstrijd van Carlo de Reuver. 3 keer ingevallen dit seizoen. 3 keer gescoord. Tegen AZ, Utrecht en Heracles kan hij het vanavond weer laten zien. Vrije trap is van Stans. Achterin is Bovenberg met een vrije kopkans. Ja, kopt hij hem voor het doel, dan is daar Van Weert. Goed verlengd door Ouassar. Gaurier voor het doel is de Reuver. Uitverdedigen moeizaam. Ouassar, de Reuver, blijkbaar geen buitenspel. En de Reuver met zijn kans. Eigenlijk tel je hem al als hij in het strafschopgebied in balbezit komt. Carlo de Reuver. Het is afzien geweest voor de supporters van Dordrecht. Maar eindelijk gaan ze nu feest vieren als er weer eens wordt gewonnen. Stans. Het is nog niet gedaan. Laatste 10 seconden. Botaka. 4 spelers van Excelsior in het strafschopgebied. Van Weert kan hier koppers. Ouassar En nog een kans voor Luigi Bruins en dan is het gedaan. En FC Dordrecht viert deze overwinning alsof het kampioenschap behaald is. Of alsof de Europa Cup is gewonnen. Maar het gaat hier om de eerste overwinning sinds 9 augustus. Want het wint met 1-0 van Excelsior.